Het Arnhemse architectuurcentrum CASA vindt dat de stad nauwelijks iets doet met de wereldfaam van de gevechten om de Rijnbrug in september 1944, later bekend als de John Frostbrug. Daarom hield CASA dinsdagavond een bijeenkomst, A Bridge Show Close, om te discussiëren over de slagveldtoerisme in de stad. De eveneens aanwezige wethouder, Gerry Elfrink, kwam daar met een verrassende bekendmaking. Ja, dat klopt. Ik heb gisteren bekend mogen maken dat we als gemeente het restaurant Humphreys gaan aanhuren. En voor wie dat niet weet, restaurant Humphreys zit aan de Rijnkade, op de Rijnkade. En dat is een hele mooie plek voor een goed en volwaardig informatiecentrum over de slag om Arnhem en het verhaal van de brug, wat er bij de brug gebeurd is tijdens de slag om Arnhem. Ja, eerder deze week liet het architectuurcentrum al weten van rondom de John Frostbrug wordt niks gedaan. En daar stond u. Ja, dat klopt. Nou ja, dat komt mooi samen. Ja, het was nog mooier geweest als we het iets eerder hadden kunnen regelen, maar dat ging niet. In verband met de 70ste herdenking. Maar voor volgend jaar heb je in de septembermaand, is dat informatiecentrum helemaal klaar. Al eerder, maar je wil het graag voor die herdenking natuurlijk ook vooral goed hebben. Het is de bedoeling dat het nieuwe infocentrum aan de Rijnkade een keten gaat vormen met een permanente tentoonstelling in de Eusebiuskerk, het Airborne Museum in Oosterbeek en een informatiecentrum over Poolse militairen in Driel. Het Airborne Museum gaat het nieuwe infocentrum aan de Rijnkade exploiteren. Architectuurcentrum CASA is blij met de ontwikkelingen. Ja, ik ben er blij mee. Het is een goed initiatief. En het is ook goed dat dat nu, ik zou haast zeggen, eindelijk gebeurt. Want er komen hier al jarenlang eigenlijk sinds het einde van de oorlog mensen uit binnen- en buitenland op zoek naar de plek, de brug. Tot nu toe zijn er alleen wat particuliere initiatieven geweest om de mensen hier op te vangen en rond te leiden. Maar dat was onvoldoende. Kop koffie, toilet, allemaal niet voorhanden. En eigenlijk is de enige partij die dit goed zou kunnen doen, mensen ontvangen in de stad, vertellen over de stad, is de gemeente. En die gaan het nu ook doen. Dus ik ben heel blij dat er nu een soort missende schakel in de hele keten van de herinnering van de oorlog, dat die wordt gerealiseerd. Wat gebeurt er met het huidige infopunt? Ja, dat gaat dus verhuizen. Alleen de inrichting wordt natuurlijk wel heel anders. Nu is het bijvoorbeeld alleen in het Nederlands. Men had ook niet verwacht dat er zoveel mensen van buiten Nederland daarop af zouden komen. Maar een groot deel van de bezoekers komt juist uit het buitenland ook. Dus er moet informatie ook in andere talen, zeker in het Engels, worden aangeboden. Nou, dat zijn allemaal dingen waar het Airborne Museum mee aan de slag gaat. Daarom zijn we ook heel erg blij dat zij met ons samen gaan werken. Valt er nou nog wat te wensen als het gaat om het maar oneerbiedig te zeggen, slagveldtoerisme? Nou, we hadden aardig wat mensen over de vloer gisteren. Waaronder ook Victoria van Krieken, de directeur van Liberation Route Europe. En zij proberen zeg maar de hele route vanaf Normandië te volgen en te verbinden en te vermarkten, zoals het heet. Want er is inmiddels een aardig slagveldtoerisme op gang gekomen. En er zijn heel veel mensen die zijn daar echt heel erg in geïnteresseerd. Zij zegt, Arnhem en de regio heeft een enorm aanbod aan plekken waar belangrijke dingen zijn gebeurd. Alleen het aanbod aan programma en aan activiteiten is onvoldoende. Er is behoefte, er willen mensen naar Arnhem komen, er zijn voldoende plekken, er is voldoende geschiedenis. Maar het aanbod is nog onvoldoende. Dus daar zal de komende tijd nog flink aan gewerkt kunnen worden. Restaurant Humphreys verhuist vanuit het pand aan de Rijnkade naar elders in de binnenstad. Waar precies en op welke termijn is nog niet duidelijk.